waar ben ik mee bezig? Ben ik met de juiste dingen bezig? Is dit wel wat ik wil? Je kent vast wel die overleg waarbij je een uur om tafel hebt gezeten en dan aan het einde denkt van, wat hebben we hier nu eigenlijk met elkaar besloten? We zijn dus op zoek naar een organisatie die kan meebewegen met de omgeving, wat de omgeving ook van ons vraagt. En daartoe hebben we onlangs een pilot gestart. Het is een pilot genaamd Holacracy. Holacracy gaat uit van het functioneren van een aantal holons. Dit soort, ik heb het maar even schematisch zo neergezet. Een aantal holons waar mensen in samenwerken. Dus het zijn eigenlijk groepen mensen die geclusterd zijn rondom een purpose, rondom een doel. Dus het is niet zo dat jouw baas daar volledige verantwoordelijkheid voor draagt, maar dat je als groep verantwoordelijk bent voor het halen van die doelstelling. We hebben eigenlijk twee overleggen. We hebben een werkoverleg en je hebt een roloverleg. Dat werkoverleg, daarin wordt voortdurend gekeken van wat is er nodig voor die doelstelling, om die te halen, om die purpose te halen. Het roloverleg gaat over van wat verwachten we van elkaar. Het bijzondere is dat je stuurt heel erg op spanning. Mensen ondervinden gedurende de week een bepaalde spanning, hebben ook geleerd om die spanning op te pikken. En die spanning zorgt voor verandering. Op het moment dat je iets tegenkomt waarvan je denkt van, hé, dit klopt niet meer. Of er gebeurt iets buiten wat niet meer aansluit bij hoe wij het hebben georganiseerd. Dan breng je dat in, of in het werkoverleg, als het over het werk zelf gaat. Of in het roloverleg, als het meer over het functioneren van jou of iemand anders gaat. Op die manier werken scheelt het frustratie in het proces. Je ziet dat mensen binnen hun werk steeds meer op zoek zijn naar zingeving. En een van de trainingen waar we mee zijn begonnen is mindfulness en werk. Kijk, mindfulness gaat over bewustzijn. En op het moment dat je je veel bewuster bent van het verhaal wat je doet, van jezelf, maar ook van de ander, dan kun je daar ook mee werken. En dan kun je inderdaad ook ruimte laten aan degene die voor je staat om dat verhaal dan te brengen. En dan ook op een rustige manier daarmee om kunnen gaan. Wat je ook ziet is dat er bij een aantal mensen ook gewoon het ziekteverzuim daardoor is teruggelopen. Wat we eigenlijk naar op zoek zijn binnen Holacracy, om uiteindelijk op de goede manier te veranderen, dat wordt wel getraind door mindfulness. Waar we wel tegenaan liepen bij deze methode, en daar moesten we heel erg aan wennen, het is misschien ook niet zo Brabants, om het heel scherp te formuleren. Heel duidelijk te zijn over waar je voor staat en waar je niet voor staat. Dus uiteindelijk, die discipline heeft ons wel geholpen om het scherper te maken. En discipline zorgt eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, voor meer vrijheid. Wat je vaak ziet is dat medewerkers ook niet in staat worden gesteld om 100% mee te nemen. Als je ziet wat voor creativiteit en energie ze aan de dag leggen voor hun hobby of voor hun activiteiten thuis, of in een gemeenschap, dat is vaak, dat deel nemen ze niet mee naar het werk. En eigenlijk zou je als werkgever, zou je dat deel ook binnen willen halen.